Hallo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. We spelen vandaag Minecraft. En ik weet wel wat we gaan doen. We gaan een mine maken. Die komt naast mijn huis. Nog wat zeppelins. Even oppakken. Ik begin hier. Zo, dit wordt een epic Minecraft sessie. Zo. Ik had eigenlijk een paar toortjes moeten maken. Maar die kan ik alsnog, die kan ik sowieso nog niet maken. Ja, ik ga eens proberen torches te maken. En een betere pickaxe. Zo, we zijn in zo'n prachtig huisje. Zo maak je kool. Dan laten we dit zo doen en dan dit zo. Oh, dat werkt niet. Laten we ook gelijk wat sticks maken. Alleen we hebben de helft al in gebruik. Dus laten we de helft even pakken. En een stekje. Ik denk dat er sowieso niet meer dan 20 kunnen. Maar dat we er niet meer dan 20 kunnen maken. Zo te zien niet. Dus we hebben het goed. En we gaan gelijk even een betere pickaxe maken. Zo. Kijk. Dan een paar. Laten we eerst nog even hout gaan halen. Zo. Zo, dan doen we deze hierin, deze ook. Even kijken, ik kan nog wel ietsje doorhakken, denk ik. Oké, straks gaan we dit kapot maken en daarna trapjes maken. Maar we moeten naar het niveau 12 komen. 11 en 12. Voor diamanten. Daarom wil ik een kaartje meenemen. Kaart. Waar staat die? Waarom kan ik mijn kaart niet vinden? Oh, hier. Kijk. Dan pakken we deze. En dan pakken we ook gelijk 13. Kunnen we de 13 maken als het goed is? Geen 13, veel meer. 52. Het wordt eerst nog donker. We kunnen niet slapen, dus. Okay, hier kan ik mijn kans niks meer zien. Verkeerde kant.
Zo. Dan gaan we verder. Kool. Oké. Het kool hakken we morgen, want ik ben bang dat er een monster komt. En dan gaan we heel snel dood. Straks zakken die boom weg, want het is irritant. Het is nog nacht. Het is nog niet nacht. Het is nacht. Of toch wel. Ik vind het goed. Een lekker lange aflevering altijd van Minecraft. Niet dat ik het erg vind. Maar ik vind het zelf ook wel een leuk spel. Ook al speel ik het niet altijd. Oh, extra kool. Torches. Kom bij papa. Zo. Dat is de eerste bait. Kool is altijd goed. Niet altijd nodig. Maar het is wel gewoon lekker om het in overvloed te hebben. Ik ga hier alvast een extra toortje zetten. Oké, okay, op welk level zitten we? Oké, okay, J44, we moeten nog veel verder. Oké, okay, torch. Nou, dit is Minecraft. Het is wel het meest best om te doen in Minecraft. Want je moet altijd spullen die in de mijn zitten, moet je een overvloed hebben. Moet niet, maar het is wel handig. Stel je hebt kool in overvloed, dat is dan chill. Stel je hebt iron in overvloed, dat is ook wel chill. Wat is dat? Oké, dat was een raar geluid. Ik wist niet dat dat er was. Hoor lava. Welk level zitten we? J2 en... Oké, we moeten nog veel lager. Oké, ik ben bang dat we de hele tijd nu het water gaan komen. In het water. Lava. Nog steeds geen lava. Lava zit echt... Oké, dat was niet de bedoeling. Lava zit letterlijk onder mij. Ik hoor het echt heel dichtbij. Ik ben best wel bang. Ik er is te zien. Zijn we er langs gegaan? Nog steeds geen lava. Welk level zitten we? 15. We zijn er bijna. Oké, we hebben geen pickaxe meer. Oké, straks wordt dit gefixt dat ik niet meer alleen maar hoef te springen. Want dat is heel irritant. Maar dat komt nog. Ik moet eens een paar pickaxes maken. Ik heb er nog eentje in mijn inventory, kom ik nu achter. Maar ik heb geen zin meer om mee terug te gaan. Er komt even een Ik
komt even een undercover politieagent langs. Zo. Wat gingen we nu doen? Oh ja. We gingen een nieuwe pickaxe maken. We hebben genoeg steen. Ik ga daar nog een maken. Voor de zekerheid. Nemen we deze mee. En deze. Zetten we die hier. De appel hier. Moet toch eten. Nog een appel. Een paar appels. Hoeveel bomen zaten hier? Jemig. Ik heb ze geplant en dat was niet de bedoeling. Eten. Niet planten. Opgegeten. Het is heel irritant om de hele tijd je hoofd te stoten met die dingen. Maar dat komt nog. We zijn er bijna. We zijn bijna op het goede level. Dus we kunnen verder aan. Laten we eerst even deze doen. Oké, ik hoor nog steeds lava. Dus laten we daar even voor uitkijken. Oké, we zitten er echt super dichtbij. Oké, hoe diep is dit? Ik denk dat we ongeveer goed zitten. We zitten zo. Op hier gaan we. Even wachten. Oké. Nee, niet weggooien. Ik wil dit wel. Alleen. Was ongeveer hier, toch? Als het goed is, is het hier. Even kijken. Ja, 12. En nu gaan we gewoon in een lijntje doen. Kijk, hier zien we redstone. En redstone is heel handig. Dan kunnen we machines meemaken, kunnen we allemaal handige dingen meemaken. Wat? Oké, zoals je ziet heb ik daar eieren voor nodig. Dus ik zit letterlijk te verspillen. Laten we eerst eieren vinden. Voordat we het redstone gaan hakken. Meer redstone. Kijk, het is ook al, het werkt ook een beetje te licht. Verlicht. Kijk uit, want er is nog steeds kans op lava. Lava is heel dichtbij. Dus laten we daar even voor uitkijken. Arren! Yes! Eindelijk. Oké, maar dat was weinig. Moet er niet meer zetten? Oké, dat was maar 2. En ik moet er 3 hebben voor mijn iron pickaxe. Meer redstone. Dit is zo'n goede mijn, want ik vind redstone heel chill. Maar het is zo irritant dat de hele tijd dat ik redstone niet hiermee kan hakken. Maar dat wist ik niet eigenlijk niet eens. Oké. We komen bij dit rare rode blok. Weer redstone, meen je dit? Ik vind het gewoon jammer dat ik het niet kan hakken. Er komt nog één iron. Gun mij dit, Minecraft god.
kan natuurlijk meer, maar 2 is voor nu nog goed. Zo. Daar ging mijn houten. Nog steeds niks. Beste uit het hele spel is mijn, maar niet eens, want het is super saai. Maar het moet wel gebeuren, want het is toch een onderdeel van het spel. Morgen komt er waarschijnlijk ook een Minecraft video online. Oké, nog één blok. Nog één blok en dan is het kapot. Ik zei het. Heb ik nog steeds geen diamond gevonden? Maar ik kan sowieso diamond nog niet hakken. Voordat ik een iron pickaxe heb. Oké, we horen geen lava meer, dus dat is één goed ding. Oké, hier vind ik dus helemaal niks. Dit is echt het beste spel ooit. Normaal vind ik altijd heel snel iron. Aaron is ook niet zo heel bijzonder of zo. Even eentje aan deze kant. Want als ik gewoon 4 naast elkaar doe, meer kans dat ik bij de lava kom. Helaas, want ik hoor lava. Weer. Zo. Oké, hier is echt lava. Ik hoor het zo dichtbij. Nog steeds geen lava? Oké, nu hoor ik het niet meer. Dat is een goed ding. Oké, nu hoor ik weer heel dichtbij. Meestal heb je bij als je lava dichtbij hoort, ook zeg maar dichtbij dat lava dingen, kan je ook sneller diamond vinden. En dat is ook vaak zo, want ik vind best wel vaak diamonds als ik dichtbij lava ga werken. Eerst zo, even kijken of er geen lava is. Nou, zo te zien niet. Dat is één goed ding. Want dan hebben we wat kool. En kool gebruik je om... En dingen... Oh nee, mijn ding is kapot. Oké. Kool gebruik je dus om... dingen... In de furnace. Dus in de oven. Kan je dingen... Maken. En je kan torches maken. Toortjes zijn deze fakkels die aan die licht geven. Oh, deze had ik nog ineens gezien. En ja, je kan voor de rest. Waarschijnlijk zullen wel een paar dingen zijn wat je nog met dat kan doen. Was dat nou iron? Nee, dat was geen iron. En het is donker boven en dat is ook niet chill. Is ook wel logisch, maar... Zo. Ik moet alleen maar te springen en dat is zo irritant. Oh nee, een spin. I don't like you, spin. I don't love you. Oeh. Nou, als ik ze net gaan... Kan je weggaan? Je bleef. Of niet. Dit is ook gelijk... De video van deze keer.
Dit is een mining video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende video. Willen jullie nou meer van dit soort video's zien? Abonneer dan. En wil je nou... vond je deze video nou heel leuk? Doe dan sowieso zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jou en jouw vrienden de volgende keer. Later!